tips en tricks voor beginnende schrijvers. Allereerst wil ik jullie heel erg bedanken voor alle reacties die ik al heb gehad na de eerste twee afleveringen. Hartstikke leuk. Blijf ook vooral vragen insturen, want dan maak ik gewoon een keer een special met alle vragen. Heb je de eerste aflevering of de tweede aflevering gemist, kun je ze altijd terugkijken op dit kanaal. Goed, deze aflevering wil ik het met jullie hebben over de wereld waarin je verhaal zich gaat afspelen. Je zult de keuze moeten maken of je verhaal zich in deze wereld afspeelt of in een andere wereld. Laten we beginnen met deze wereld. Stel je wil een verhaal schrijven die zich binnen deze wereld afspeelt. Zorg dan dat alles klopt. Want mensen leven in deze wereld, dus die kunnen je gaan controleren, zeg maar. Of het wel allemaal klopt in je verhaal. En zorg dus dat je, als je specifieke plaatsen gebruikt, dat je dus ook zoveel mogelijk weet over die plaatsen. Dat je ze door en door kent. Gebruik je locaties die je niet zelf kent. Ga dan op pad met je aantekeningenboekje. Leer zoveel mogelijk over die locatie. En dan kun je het beter in je verhaal verwerken. Soms is dat natuurlijk niet mogelijk als je graag over een land of een plaats wil schrijven waar je zelf nog nooit geweest bent. Doe dan research. Je kan heel veel vinden op internet, maar je meest belangrijke bron als het gaat om plaatsen en locaties zijn mensen die er wel geweest zijn. Dus zoek dat op, zoek verhalen op internet of spreek iemand aan die je kent die er geweest is. Die kunnen je vaak veel beter vertellen hoe het daar aanvoelt om daar te zijn, hoe het daar ruikt. Ja, wat je allemaal kan zien, wat je kan beleven daar zo bij die plaatsen. En dan kun je dat gebruiken in je verhaal. Dus doe research. Speelt je verhaal zich af in een zelfbedachte wereld, dan zijn er weer hele andere dingen waar je rekening mee moet houden. Ook nu moet je zorgen dat alles klopt binnen jouw wereld, binnen de grenzen van jouw wereld. Schep je bijvoorbeeld dorpen en je hebt mensen als volk, hou er dan rekening mee dat dorpen altijd bij plekken geplaatst worden waar water in de buurt is, waar voedsel te vinden is. Want dat zijn die eerste levensbehoeften, dus daar, als er een beschaving wordt gemaakt, dan zal dat altijd op dat soort plaatsen zijn. Denk na over je wereld. Denk heel veel na. Ga erover dagdromen. Loop er rond. Hoe voelt het om daar te zijn? Wat voor dingen kun je zien? Hoe ruikt het? Hoe voelt het? Hoe voelen de planten, de bomen? Misschien maak je wel geen gebruik van planten en bomen, maar dat komt straks. Maar zorg dat het voor jou levensecht is, want alleen op die manier kun je het ook levensecht laten overkomen in je verhaal. Maak eventueel een wereldkaart, zodat je voor jezelf weet hoe de steden en dat soort dingen ten opzichte van elkaar liggen. En hoe de rivieren of de zeeën bijvoorbeeld liggen. Het landschap, waar is het bos, waar zijn de bergen, is er een woestijn, dat soort dingen. Zijn er plekken met veel bebouwing, plekken met weinig bebouwing? Dat kun je allemaal voor jezelf door, goed op een rijtje zetten door middel van een wereldkaart te maken. Heb ik ook gedaan voor mijn Dragan Duma. Wil ik wel even aan jullie laten zien, dus kijk maar even mee. Dan de geschiedenis. Iedere wereld heeft ook zijn eigen geschiedenis. En dat heeft invloed op het leven van alle dag. Denk maar aan hier, alle oorlogen die er geweest zijn. Hoe de landsverdeling op deze wereld eigenlijk tot stand is gekomen. Heeft allemaal te maken met geschiedenis. Net als de vorige aflevering wat ik al zei over personages. Die hebben ook een voorgeschiedenis. Je wereld heeft dat ook. Er zijn gebeurtenissen, hebben daar plaatsgevonden. En die hebben invloed gehad op hoe jouw wereld er nu uitziet en hoe het eraan toe gaat in je wereld. Dus daar kan je bij, waar kan je daar bijvoorbeeld bij denken? Je kan denken aan natuurrampen die er geweest zijn.
Je kan denken aan oorlogen die er gevoerd zijn. Steden die misschien niet meer bestaan. Als jouw karakters bijvoorbeeld tijdens het verhaal ineens in een ruïne terechtkomen, dan is dat ooit een gebouw geweest. Of een beschaving, een oude beschaving. Dus denk daarover na. Volgende punt zijn natuurlijk de volkeren die op je wereld leven. Maak je gebruik van mensen of maak je gebruik van fantasywezens zoals elfen of dwergen bijvoorbeeld? Of verzin je misschien wel een heel eigen volk? Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval moet je dan ook weer nadenken van hoe zitten deze volkeren in elkaar? Ook volkeren hebben weer een geschiedenis waaruit gebruiken voortvloeien. Misschien hebben ze wel een bepaald geloof. Dat is allemaal heel erg belangrijk als je met verschillende volkeren werkt. Denk ook na wat de verbanden zijn tussen de volkeren. Handelen ze met elkaar? Gaan ze vredig met elkaar om? Of laten ze elkaar misschien wel gewoon met rust? Weet het ene volk misschien niet eens van het bestaan van het andere volk? Dat kan natuurlijk ook. Of misschien zijn ze wel in een oorlog verwikkeld. Allemaal dingen waar je over na zult moeten denken. En waarbij dus ook weer je aantekeningenboekje, notitieboekje en Evernote heel erg behulpzaam kunnen zijn. Dus dat zijn de volkeren. Dan heb je de flora en de fauna natuurlijk van je eigen wereld. Misschien lijkt die wereld wel heel erg onze wereld. Dat is makkelijk, maar misschien is jouw gras wel blauw. Of misschien groeit daar wel geen gras en groeit er alleen een soort mos. Of misschien is jouw wereld wel een hele waterwereld. Wat natuurlijk ook weer invloed heeft op de volkeren die je gebruikt. Want dat zullen dan waterwezens moeten zijn. En waterdieren die daar leven. In ieder geval, denk na. Je kunt zelf dus heel veel spelen met allerlei vreemde wezens die daar leven. En planten die daar groeien, bloemen, bomen. Je kan het eigenlijk zo gek maken als je zelf wil met je eigen wereld. Als je er maar vanuit gaat dat het allemaal moet kloppen binnen jouw eigen wereld, dan zit je eigenlijk wel goed. En zorg dat je het zo levendig mogelijk beschrijft, zodat je die wereld door en door kent. Want dat komt alleen jouw verhaal maar te goede. En zo kun je zeg maar mensen uitnodigen om een kijkje te nemen in jouw eigen gecreëerde wereld. Door middel van jouw verhaal. En dat is hartstikke leuk om dat te doen. Goed. Alle tips en tricks kun je altijd teruglezen op www.pattyvandelft.com. En dan wens ik jullie heel veel plezier met het creëren van je eigen wereld. En natuurlijk met het schrijven. Heel veel succes. Doei doei!